We zijn natuurlijk al een coöperatieve onderneming met een geschiedenis van meer dan 140 jaar. En onze boeren willen er eigenlijk over 140 jaar nog zijn. En dus wat wij ook horen van het coöperatiebestuur bijvoorbeeld is dat het niet alleen gaat om een goede return on investment. Hè, een goed inkomen voor onze eigen melkveehouders. Zij zijn immers ook de aandeelhouders van Friesland Campina. Maar dat ook de continuïteit van de coöperatieve onderneming Friesland Campina geborgd moet worden. Dat vraagt dat je je plooit naar de wensen en verwachtingen van de stakeholders in de samenleving waar je opereert. Je bent gewoon bezig met het aanpassen van je onderneming aan de nieuwe eisen van de nieuwe tijd. Je zit met schaarste aan grondstoffen. Je zit met de effecten van global warming op de productie van voedingsmiddelen in de wereld. Je moet ook een goed verhaal hebben wat jij kunt betekenen voor die samenlevingen waar je opereert. En dat leidt ertoe dat we eigenlijk een eenvoudig programma hebben met 4 focusgebieden. 3 binnen de onderneming, 1 binnen de coöperatie Friesland Campina. Voor wat dat laatste betreft gaat het met name om het werken aan de verduurzaming van de melkveehouderij, dus op de boerderij. Denk aan bijvoorbeeld dierenwelzijn, diergezondheid. Denk aan de reductie van broeikasgasemissies, natuurbehoud, biodiversiteit. En binnen de onderneming zijn er 3 thema's. Dat is de verduurzaming van onze eigen fabrieken, transport en logistiek. Daar werken we aan energie-efficiëntie, waterefficiëntie, duurzame inkoop van landbouwgrondstoffen. We ondersteunen kleine boeren buiten onze coöperatie in Zuidoost-Azië. 40.000 kleine boeren in Vietnam en Indonesië, Thailand en dergelijke. Heel belangrijk om te zorgen dat zij ook toekomstperspectief hebben. Het programma dat hebben we al een aantal jaren. En we werken op het gebied van gezondheid en voedingswaarde, waar we kijken en naar de gezondheid van onze eigen producten. We werken nauw samen met het Rode Kruis om met onze kennis en kunde en productontwikkeling hen te helpen om voedselnoodhulp nog verder te verbeteren voor vluchtelingen en slachtoffers van natuurrampen.